In de laatste jaren zijn er meer en meer apps verschenen die een meerwaarde kunnen zijn voor mensen met een beperking. Toch loopt alles niet zo vloeiend als verwacht. Wij testen het uit met Danny Putteman en Joke van den Auwera. Danny is blind van bij zijn geboorte en Joke zit door een erfelijke ziekte in een rolstoel. Wij kijken naar een reportage van Kevin Brinaru en Kjell Verkamme. Ik ben Danny Putteman, ik ben 53 jaar. Ik ben blind van beide geboorte, volledig blind, dus heb ook geen lichtperceptie. Hallo, kom maar binnen. Ik woon hier samen met mijn vrouw, die ook slechtziend is. En we hebben twee studerende kinderen, ene die 23 wordt en een andere zoon, Tom. Dus Bart wordt 23 en Tom wordt 21. Zij zien allebei goed. Ik werk halftijds op het OCMW van dienst als sociaal assistent. Ik werk daar heel veel met de computer. Verslagen maken, bepaalde subsidiedossiers ingeven in de computer. Ik werk dan met een computer met een speciale brailleleesregel die dus eigenlijk de tekst weergeeft die op het scherm verschijnt ook en ook met spraak. Danny maakt ook gebruik van enkele apps die zijn leven makkelijker maken. Zo test hij de applicatie TapTapSee uit met een flesje water. Dus we openen de app. Dus de foto is gemaakt. En nu hopen. Picture 1 is Parijn glazen fles. Wauw, nu zegt hij het wel, hè? Parijn glazen fles. Ja, ik had dat daar straks getest en toen zei hij fles met etiket. Maar nu zei hij Parijn glazen fles. Mooi. Maar niet alle apps werken even goed voor Danny. TapTapSee, daar was ik wel vrij verrast van. En BIMA-A zal normaal ook werken, denk ik. Alleen had ik daar nu weer de pech, blijkbaar, dat ik moest aanmelden. En omdat ik dan een tijd niet meer gebruikt heb. En blijkbaar heb ik ondertussen mijn e-mail, het wachtwoord van mijn e-mailadres veranderd. En ik heb dat ingegeven. Maar blijkbaar staat bij hun nog het oude bekend en ja, dat weet ik niet meer. Dus zou ik nu weer een hele procedure moeten doen van wachtwoord vergeten en dan krijg je een link. En dan, ja, stel je hebt het in een dringende situatie nodig. Ja, als je ingelogd bent, zijn al een kwartier verder. En dat is niet de bedoeling, denk ik. Hè. De Brailleliga zet zich in voor blinden en slechtzienden die problemen hebben met de digitalisering. Medewerker Joost van der Elst heeft zich verdiept in de wereld van apps en geeft er binnenkort zelf les over. Sinds dit jaar zijn we gestart met vormingen te geven. Dus in al onze regiohuizen over Vlaanderen gaan wij mensen laten langskomen om een sessie van 2 uur en dan zo een paar keer achter elkaar. En dan gaan we de basis van hoe leer je werken met zo'n iPad of iPhone. En eigenlijk de mensen op weg helpen. Hè. Dus de eerste stappen samen met hun doen. En dan kunnen ze eigenlijk, hebben ze dan de nodige kennis om verder te gaan exploreren. En deze kennis helpt hen in het dagelijkse leven. Welke dag is 30 maart? Dat is vrijdag 30 maart 2018. Er is zeker nog verbetering mogelijk, maar het wordt steeds meer door de grote spelers opgenomen. Dus Microsoft, Apple, die spelers zijn eigenlijk de allergrootste. Ja. Naast apps voor blinden bestaat er ook de app On Wheels, een applicatie voor rolstoelgebruikers. Hoe die precies in elkaar zit, legt medeoprichter Joke uit. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je opent gewoon de app en dan vraagt de app om de breedte van je rolstoel in te geven en de hoogte van de drempel die je kan nemen. Nu, bij mij verschilt dat van 's morgens tot 's avonds. 'S morgens kan ik een hoge drempel nemen en 's avonds een lage. Maar je kan dat gewoon veranderen elke keer dat je de app opent, dus dat maakt geen verschil uit. En dan toont de app voor jou persoonlijk welke winkels er voor jou toegankelijk zijn. En al diegenen die niet toegankelijk zijn, die komen niet in beeld. Dus het is een positieve app. Die toont wat dat er wel kan.
En ook daar hebben we op gehamerd, want voor personen met een beperking is er heel veel niet mogelijk. En wij wouden tonen wat er juist wel nog mogelijk was. Zo is het idee eigenlijk ontstaan, gewoon door onze eigen frustratie van hoe vinden we nu de juiste informatie en vooral doordat we foute informatie hebben gevonden en daarop gebotst zijn met een volle blaas. En daardoor is de app eigenlijk ontstaan. Om een voorbeeld te geven, was er aangegeven dat er een toegankelijk toilet was, maar dat was dan met een trap naar boven. Als je daar dan op rekent, je hebt een feestje, je bent eigenlijk aan het feesten, je moet op een gegeven moment wel naar het toilet, want je hebt een goed feest. En daar staat je dan, onderaan de trap. En, ja. En dan was de maat vol. Dan hadden we zoiets van, wij gaan beter doen, we gaan zorgen dat er hier iets komt dat wel werkt. We zitten hier nu midden in Antwerpen, misschien even een app boven halen, want ik moet eigenlijk naar het toilet. Okay. Goed plan? Ja, ja natuurlijk. Amai. Dat is perfect, hè. Twee vleugeltjes. Ja, sorry mannen, maar nu gaat het me even alleen moeten laten.